Goed, zoals gezegd, het is iets over 6:30. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 13 augustus. We gaan de motoren zo starten. We gaan richting een Vrij Luxe Hotel, maar dat is 4 uur rijden. Dus we gaan alles klaarmaken en dan gaan we zo vertrekken. Dat is dag 8 dan, vandaag. Zal ik voor? Is goed, ik zal de route uitzoeken. Lampjes aan. Ja, verbrand flesje. Spreekkamer. Oh, ja. Zullen je niet missen? Vooral niet je toeter. Nou, als er nog zo meteen iemand bij zijn toeter zien lopen, dan duik ik hem door zijn neus hoor, echt. Ik schrok echt van wat dingen. Welk ding? Die fietser in die boom. Fietser in de boom? Ja, oh. we reden net even toen we hierheen gingen. Dan was er zo'n boom met dan zo'n fiets met like een pop eraan, gewoon in die boom getiefd, zeg maar. Oh, serieus? Ja, ik schrok me helemaal wat tering. Ik dacht, wat? Snel 100. Ik weet niet voor hoe lang. Ik heb hem niet gezien, Freen. Echt niet. Ja. Wat fijn dat je ons op de hoogte houdt ook. Dat je daar schrikt. Ja. Ja. Nee, ik ben blij dat je ook met het gesprek deelneemt en zo toen. Blij dat je kop was. Geen mens. Ja. Ja. Oh ja, gisteren hing er een fietser in de boom. Huh? Nee, ik vind het ook wel fijn zo. Ja, maar mijn ochtendbrein wat snel zit. Ja, dan moet je wat langzaam rijden. Gewoon je eigen tempo houden. Ik zeg het alleen maar. Ja. Nou, doe je. Dag. Jongen. En weg. Doei. Godver. Schrik maar eens in de tyfus. Oh, anders ik wel. Ik zat met mijn buik op de grond. Ik zat met mijn stepjes op de grond. Oké, ik rij voor jou. Ik probeer in te denken wat ik hoor. Kut, ze gaat op de smoel. Oh, sorry schat. Dan word je wel goed wakker. Maar jij hoorde hem dus ook? Ja, dat was niet te missen. Ja, dat waren mijn stepjes. Vrij. Nou, was het je stepje of was het je standaard? Het zat onder mijn linkervoet, dus het zal mijn standaard van twee zijn. Heel erg lastig te zeggen met jouw verlaagde motor. Denk je standaard. Waarom hier Facebook? Rem maar lekker op de motor. Oh, ja, zie. Ja, hij is vrij. Dat is mooi. We gaan als een oude oma door, dus ook al was hij niet vrij. Oh, de rente vroeg. Hop.
voorbij. Oh. God, maar je doet ook alles om op bochtjes te liggen. Lul. Wat gaan we nou doen? Draai, hè? Oh. Ja, Ellen kan op zich hartstikke goed motor rijden. De enige waar ze wat moeite mee heeft is een bochtje draaien. Nou, moment, kom maar. Ik doe het even op mijn manier. En zo doet ze er dus alles aan om het niet te doen. Het kan ook heel goed zijn dat je van die kant op kan, hè? Pakt hij de navigatie op of niet? Pakt hij hem op? Ja. Ga ik dus hier links, jij daar heen? Nee, ik kom terug. Wacht maar. Ik heb echt geen geduld, het is echt jouw ding. Gaat het niet om? De vraag die ik stel is, pakt hij hem op? En jij zegt ja. Dus ik wil doorrijden en dan daar linksaf om jou weer tegemoet te komen. Terwijl dat misschien ook gewoon kan. Ja, hij pakt een andere route op die me om een ander straatje heen terugstuurt naar waar we vandaan komen. Zo. Ja, ik kom achter jou. Yo. Ja, ik sta stil. Wat zijn nou een van de dingen die je leert met motorrijden, met het lessen en heel iets met het wegdek? Oh, weet ik niet precies meer. De motor maakt iets meer bewegingen dan ik wilde. Oh, dank je. En bij mij ook. Ja. Gelijk oefenen met je straatje keren. Die kaartjes aan het eind van de video. Die moeten ergens gegenereerd worden. Nou, dat apparaat, dat heb ik op de motor zitten. Maar dat staat uit. Dus dit moet maar even aanzetten. We hebben er toch wel flink in gereden. Een beetje jammer. Ik ga hem hier dus even aanzetten. Ik kan vreuken voor de brug die doen. Gaat alles goed? Jazeker. Ik vergeet mijn APRS weer eens aan te zetten. Ah. Oh, dan kan ik net zo goed even mijn voetje doen. Ja hoor, dan ga je gaan. Stap maar dan. Heel veel stap, ja. ja. Dit geloof je niet, echt serieus. Oh. Nou, ik ga eens netjes het kaartje keren. Wat denk je dan? Komt er een volger recht op af? Waar zie je een volger? Kom, opstappen, gaan we. Oh ja. Yo, check, let's go. Vier smoes. Dat is waar. Ze gaan dus hier naar links, denk ik. Hij niet. Hoe brutaal ben je? Met jou? Heel brutaal. Wil je er langs? Huffelen? Wel een beetje aas hoor, dit. Knap. Kijk maar. Snap je? Ja. Holy shit, wat is daar druk. Wij blij dat er niet te veel smoes zijn. Zo dan. De tering. Ik wil even tegen Ralf zeggen, dat veel smoes van jou. Ja. Camperparadijs, nou daar zijn we toch wel niet toe gaan. Jezus. What the fuck? Ja, reisdag, hè, zaterdag. What the fuck? Werkelijk maar. Oké, Jel, je hebt niemand achterop. We gaan er zo meteen gewoon lekker tussendoor. Ja. Als de situatie toelaat.
Eens. Check. Ja, goed. Zover kwam het dus niet. We bleven eigenlijk gewoon precies een beetje bij deze auto's rijden. Dus we zijn niet tussen de file doorgegaan. En uiteindelijk komen we dus bij de afrit van de benzinepomp. En hebben we daar even pauze gemaakt. Ik heb er een paar foto's geschoten. Het is helemaal niet interessant. En dus gewoon benzinepomp langs de snelle weg. Maar goed, wederom in pauze. En uiteraard de motor eraan duwen. Eén keer, twee, vergertje. Dat gaan we nog maar doen. Als we hier gewoon links gaan staan. Vrachtwagen komt. Dan gaan we wel aan de kant. Jij bent erbij, Free? Ja. Dan even benen strekken, plassen. Et cetera. Oh. En we zien de pomp verder. Hier hebben we werkelijk getankt. We kijken in het scherm. Een beetje in het midden. We kijken waar we dingen, pizza dingen. Je ziet ons rennen. De reflectie. Ooit er aan geduwd. Alweer. Ja, dat niet de rest van de vakantie. Ja, we hebben het niet uitgelegd. Ja jongens, het is allemaal geregeld. We gaan nu verder. Op naar een hele mooie pas. Dat we niet wisten dat hier aan. Nee, twee uur voor jou. Dit. Nee, toren. Ja. Voor de oplettende kijker, kijk hier op het bord. Helemaal rechts. Daar staat het stijgingspercentage. Ik heb het niet gezien. Jullie wel? We gaan zo maar rechtsaf. 17% omhoog. Stijgen. Had je voorlangs gekend. Wel, hoe is jij die 17,5%? Ik kijk te mooi. Dat heb ik echt gemist. Dit is het begin van zo'n geweldig mooi stuk. Ik laat het jullie helemaal zien. Deze hele pas. Ik heb een klein stukje uitgeknipt. Waar het is gewoon een soort doorgaande weg. Maar echt, ik hoop dat jullie net zo kunnen genieten als wat wij hier hebben gedaan. Werkelijk waar. Ik hou verder mijn mond. Geniet ervan. En echt, tot zo. Oh, en dan ineens weer alles aan het rijden. Komisch. Wow, jongen. Wauw. Ja. We zien hoe snel je open. We zijn nog niet voorbij. Ik zou gewoon lekker niet meer. Ik heb nog lekker iets te rijden. Dat is gewoon zo. Echt. Dankjewel. Ik hoef niet te haasten, maar dit ging wel super langzaam. Nee. Dat zou je op de weg zijn. Nee, de weg is sorry. Zo meteen, als we dit lichte stuk voorbij zijn, daar waar je rijdt, wordt het beter. Dit. Ik ben niet voorbij hier. Wauw. Voordeel van de tempo is wel dat je een beetje mee gaat kijken.
Camper naar de rest van de kant kleurt. Kijk, dat doe ik. Ah, kut. Kopbel. Auto. Oh, kijk die kever hier. Oh. Rechts voor mijn neus. Ja, ik zie het, Waarschijnlijk zit er beneden. Weet je niet? Oh, wauw. Jammer dat mijn 360 camera niet aan staat. Wauw. Dit is. Wauw. Jezus, ik weet niet waarom we deze pas pakken, maar ik geniet er nu al van. Ik had niet verwacht dat er zoiets in zou zitten. Ja, daar moet je even van staan. Holy shit. Kun je de 360 camera aanzetten, je hoeft hem niet omhoog te draaien tenzij het kan. Heel veel batterij zal die ook niet meer hebben, maar alles wat hij opneemt. Hij staat aan. Thank you. Ja, doei, hè? Ja, doei. Geen idee waarom we deze route rijden, maar wauw, dat is hier mooi. Hier is echt vrij. Ik hoorde nog wat door je microfoon. Waarom stuur TomTom op deze route? Geef je dit, ga ik dit keren. Nee. Oh, ik hoor Chrome in mijn achterhoofd. Auto's, uit, uit. Auto's. Op
YouTube volgen we iemand die Chrome Weirders Unite. Die houdt niet van hoogtes. In Engels zegt net, ik wil Chrome zeggen. I don't like heights. Wauw. Rij ook in z'n 1? Ik ben wel, ja. Het was 2. Ik moest het nog zo dode zeggen over het moe worden. Ja, nou, ben je wel wakker? Ja, hier word je wel wakker van, ja. Oh, wow. Wat een gave route, hè? Ja. Oh, en ineens koeler, hè? Ja, lekker. Dat was wel echt heel fijn. Mooi plekje hierboven. Zeker. Integralen. Ja. Echt bij temperatuur hoor, dat is mijn best. Niet zo warm. Ik weet wel door op de geen idee welke pas het is. Ik heb het, we zoeken erop. Autofiets, arm buiten. Je hebt het in de titel al kunnen zien, maar dit is de Kerlos Boendestraße. Echt een geweldig stukje weg. Ik kan hem je aanraden. Ik kan hem je echt aanraden. Mijn hemel, wat is dat mooi. De B165. Ik heb echt geen idee. Ram. Dit is ook een mooie route. Van Floyd, het is net genoeg. Maar geen haarspel, er komt auto aan. Een mooie plek van koffie als rechtsstand. Waar was je in rechtsstand? Nee, oh? Het zou een mooie plek zijn. Nou, ja. Dus. Is hier iets? Bar, pub, wil je stoppen? Ah ja, gaan we door. We genieten. Doe maar. Nee, gaan we door. Graden. Wat een onverwachts heerlijke verrassing. Ja hoor, best. Lipjes er bovenop. Ik zie wel heel veel Nederlandse kentekens. Zalzachhutje. Hinterwaldberg. Hoe? Hinterwaldberg.
dan we er zo meteen een scherpe draai naar beneden krijgen. Oké, deze ook. Ik zou ook nog wel naar boven kunnen zijn. Ja, wel, ja, ach, hey. Balzac. Ik wil de camera op mijn neus bouwen, gewoon al rijden dat ik op de kop kan drukken dat je gewoon een auto kan. Ja, er zijn zulke mooie paars bij. Ja, wou geen camera. Nee, ik bedoel een fotocamera. Wat zeg ik? Ja, wou geen camera. Je kan de camera's ook instellen op foto's, hè? Wat vind je nu? Op de weg, harde rijders. Het enige woord wat ik verstopt was langzaam. Ja, en ik ben de volgende rijdt, dat is de auto voor ons. Dat langzaam voor mij. Oh, prima. Twijfelen. Wauw. Nou, wow. Oh. Dit had ik niet verwacht. Even dood. You snapped my punt. Ja, hij snapt de punt, yes. Hij heeft er in een bergroute gereden, zeker. Hallo. Oh, op! Oh. Wat? Hij heeft er in een bergroute gereden, Frisky. Tjoe. Hoezo? Ja, je wordt gelijk bij de hand, want je mag het weer draaien. Tjoe. De verbinding wordt een beetje slecht, waar blijf je? Ja. Oh. Nee, maar is goed. Als we dan een spar zien, dan... gaan we even een broodje halen. Een van de redenen dat jullie op dit filmpje hebben geklikt is de foto en de tekst. Achter ons komt er een auto aan. Een Corvette. Daar hebben we het over zo meteen, want hij kondigt zich behoorlijk aan.
Het behoort op de grond van elk. Maar het is druk in het dorp, je kan er echt niks. Ik heb er een heel stukje snelheid, nu moet ik kijken hoe erop zit. Ik heb er een heel stuk tussenuit geknipt, maar we gaan zo meteen. En toevallig, wij als eerste gaan we inhalen. We zaten achter langzaam verkeer en we besluiten te gaan inhalen. Die auto, die Corvette is, die achter jou rijdt, die gaat dus mee. Nou, en het spreekt zo meteen voor zich. Mijn boosheid ook, geloof ik. De rest ook. Maar van mij, ga je mee of niet? Ja, dat is grappig. Zij gaat ook wel voor hard van ik. Jezus Christus, dit is echt heel erg. Oh, die Lambo of dat ding gaat ook mee. Ja, die gaat er langs. Die gaat er nog overheen ook. Nee, ik had het zelf. Maar wil die in de camera rijden? Ik heb echt valt nog mee. Nou. Jammer genoeg stopt zo mijn 360 camera ermee, waardoor ik geen beeld heb aan de achterkant. Geen beeld heb aan de achterkant. En hier in de bocht is die echt al een pushje, dus je denkt, what the fuck. Nou, hier valt mijn 360 camera dus weg. Maar in mijn spiegels zie je nog steeds die auto. In de achterspiegel in dit geval. En dan krijg je hem in de linkerspiegel. Dan komt er onze motor tegemoet. Hier komen er twee en dan komt er zomaar een nog een. Maar dan eens horen wat L aan het zeggen is. Ja, wacht, daar zit hij. Ja, daar komt hij. Huh? Ik had je camera aanstaan. Ik ga een paar mooie paardjes van. Oh nee, wat verhoog. Serieus? Ja, rond. Oh. Serieus? Ja. Altijd al bij de motorrijder of kapsel. Jongen. Begrijp me niet verkeerd, dames en heren. Ook ik maak fouten, maar dit hier ben ik zo verschrikkelijk bezig. Wel bewust, heel bewust, mensenlevens op het spel zetten. Het is dat ik vrij achterop heb zitten. Anders wat. Dat zegt wel heel goed, anders wat. Ik zou er helemaal niks gedaan hebben. Stomme Mongool! Dat vind ik zeker. Maar ik was er misschien achteraan gegaan. Ik vind het echt na streek. Er was gewoon geen plaats. Gewoon niet. Nee, maar hij probeerde net al in de bocht, zeg maar, ging hij een soort van al kijken of hij in kon halen. En toen vloog hij net de motorrij om. En dat scheelde ook echt. Ja. Ik denk dat de motorrij ook echt even zit te schelden. Oh, er was ruimte, maar het was niet geen comfy. Oeh, wat. Gaat ie? Ja, ik ben boos. Ik ben echt. Zelfs nu nog, tot op de dag van vandaag, terwijl ik de video aan het editen ben, zijn we doen, maar ruim een half jaar verder, ik word er nog steeds boos om. Maar goed, ik maak zelf gewoon maar in, ook nog bijna een fout, die ga ik ook gewoon laten zien, want zo ben ik. Goed.
Mocht het niet duidelijk geweest zijn, dit was het foutje waar ik bijna begin. Ik ging het inhalen terwijl dat ik gewoon moet klikken kon.
Nee hoor, ik ben echt niet aan het zoeken of ik hem toevallig ergens hier al heb. Nee hoor, nee, echt niet. Ja, een beetje een filetje daar beneden. Daar rijdt die kutsukkel. Ja, dat. Ja, dat heb je dus gewonnen. Heel verwarmd gaat hoor, zo. Nope. Ja, ik ook nog van zo. Nou, we zijn nagenoeg in het dal. Het laatste stukje, het laatste bochtjes. Ik ben niks beter dan iemand anders, dames en heren. Ja, ook ik maak fouten. Echt, ik maak ze. Fouten is één. Doelbewust dingen doen. Nou, ik vind het echt wel niet kunnen. Maar goed. De volgende nog een paar foto's. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Mijn kaartje van de route, dat volgt nog. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken allemaal. Bedankt. Hoi.